Hallo. Heb je er zin in? Zeker. Het gaat beginnen. 4 dagen lang is het hier theater, toneel, muziek, lekker eten en drinken. En vooral genieten dus, want het is mañana mañana. En dan begin je met de camping. In constant sorrow. En we zijn het niet zo groot. Even thuis appen? Nou nee, iemand even berichten dat dit niet Oerol is, maar mañana bij Vorden. Wat is een beetje jullie planning? Gewoon genieten. We zien wel. Niks aangekruist op het programma? Niks aangekruist. Nee, we zien wel. Ik ga nooit... Of er moet echt een band komen waar ik gek van ben. Maar over het algemeen gewoon voor de gezelligheid en we zien wel. Zal ik anders even helpen? Zal ik dat even doen? Hoort dit bij jou? Ja, dat is heel leuk. Nou, alsjeblieft, man, wat een werk. Ik ga op vakantie en ik neem mee. Nou, wat gaat er allemaal mee? Slipjes. Kan doen tijdens dit festival is nieuwe muziek ontdekken. En een van de nieuwe talenten die hier optreedt en ook nog eens uit onze eigen provincie komt, uit Arnhem, is Levi Noah. En het was een spannende avond, want het was zijn allereerste keer op Mañana Mañana. It's not hard to be alive when you're drunk and alone. It's not hard to want to die when you're drenched to the bone. In the cold, cold blood of the people you. Neem eens mee dan het moment toen je hoorde dat je hier mocht staan. Want dit is eigenlijk wel echt je eerste echte festival. Ja, ja, het was heel vet. Ik had op Krasnapolski gespeeld, of Krasnapolski. En vandaar is dit volgens mij ook uitgekomen. En ik hoorde dat dus van mijn... Boeker, en ja, ik vond het echt heel vet dat ik hier kon spelen. Ik was zelfs verbaasd dat ik hiervoor was geboekt. Je houdt van kleine popliedjes, lo-fi bedroom popliedjes, las ik. Is dit dan zo'n setting wat precies bij jou past? Ja, ja dit is wel een setting dat goed bij mij past, want er past best wel wat publiek in. Dus ja, iedereen kan komen kijken als hij wilt, maar toch kan je door bijvoorbeeld de tent erop of dat het omringd is door iets, kan je toch intiemer maken. En dat vind ik heel erg fijn om daarin te spelen. Dat is heel veilig voor mij en voor mijn liedjes. Dus, dat en veilig is fijn? Veilig is fijn, met deze muziek vind ik dat wel heel fijn. Niet per se veilig dat er iets met de liedje kan gebeuren, maar wel dat mensen zich kunnen focussen op de muziek. En dat ze niet heel erg worden afgeleid. Dat vind ik heel belangrijk. These little walls make me feel so tall. Je bent nog hartstikke jong. En toch wordt er al... Nou ja, als ik je google zie ik allemaal al verhalen over... Dit zou zo de toekomst kunnen zijn. Brengt de druk met zich mee? Brengt op een of andere manier wel druk mee. Maar ik vind het vooral iets heel leuks. Is dit dan zo'n mijlpaaltje alweer? Ja, dat zie ik wel zo. Dit is toch wel echt een van de eerste grotere festivals die ik dan heb gespeeld. Dat is toch een dingetje die ik... ja, dat vind ik gewoon heel, heel mooi. Meneer Sfeerbier? Ja, dat ben ik, hè. Hoe was het? Oh, was mega geweldig. Reertig goed was het, hè. Echt waai, echt waai. Je hebt genoten? Ja, man, mega goed, man. Hey. Oh, heerlijk. Ja, heerlijk was dat, hè. Hey. Nou, ik heb hier eigenlijk verder niet veel meer op te zeggen. Maar dit was alweer dag 1 van Mañana Mañana. Maar morgen zijn we er weer. Oh, morgen, god, we er voelen poelen tegenaan, hè. Hey. Echt waai, heerlijk, man. En zondag zijn we er ook weer. Ja, nee, zondag en zo... En we gaan maandagochtend gewoon door. We gaan gewoon... Nou, wij zijn er maandag niet, maar morgen is het nee, nog dus wel. Kom tot morgen. Weer, kom maandag weer. Dat is altijd gezellig, is iets waar. Hij is niet voor niks, hè? Alles komt goed.